Imke Courtois, we staan hier in Genk na de eerste match. Ladies Genk Standaard in de Super League. Jij stond toe te kijken, want je bent geblesseerd. Wat vond je ervan? Ik vond de eerste helft redelijk saai, eerlijk gezegd. Ik vond het niet zo goed. Dan spreek je dan vooral langs onze kant. Moeite om elkaar te vinden, veel ruimtes die we weggaven. Maar ja, goed, begin seizoen, ik denk dat iedereen altijd wel een beetje zenuwachtig is. En zeker de nieuwe formule en aftasten, Genk nog nooit tegen gespeeld. Maar naar de hand, alleen einde van de eerste helft en zeker de tweede helft, ja, domineerden we wel. En denk ik ook wel dat we terecht gewonnen zijn, dus hebben we goed gespeeld. Ja. Wel, je stelt vast dat jullie scoren vooral uit stilstaande fase twee keer. Dan in de tweede helft ook twee acties op het veld en met het doelpunt van Julie. Wordt dat een beetje een probleempunt bij Standaard, die vooraan? Velddoelpunten maken bedoelt u dan? Ja. Het is gewoon zoeken. We hebben onze aanval, Vanity en zeg eens, Tessa die natuurlijk vertrekken. Dat is een aderlating voor onze ploeg. Maar ik denk dat wij voldoende voetballende kwaliteiten hebben om dat op te vangen. En wat betreft die stilstaande fase, we hebben dat sowieso nog van Patrick meegekregen. Dat is eigenlijk elke keer een kans. En ja, goed, ik denk dat dat een kracht is van ons, maar ik denk dat dat zeker en vast wel goed komt, ook vooraan, zeker en vast. Ja. Dan in de loting voor de Champions League. Jullie hebben weer het grote lot getroffen, Frankfurt. Het is elk jaar zo. Hoe zie je dat? Ga jij al terug zijn bijvoorbeeld daarvoor, op dat moment, of nog niet? Oh, dat is moeilijk in te schatten. De eerste wedstrijd denk ik dat ik sowieso ga missen. En ik zou het heel fijn vinden als ik de tweede terugwedstrijd kan meespelen. Maar goed, ik kan alleen aantreden als ik 100% fit ben. Het heeft geen zin om 80% tegen Frankfurt te spelen. En op zich, het gaat een moeilijke loting worden. En we kunnen alleen maar ons best doen. En je weet nooit in het voetbal, dus we zien wel. Ja. De Super League is een nieuw gegeven. Benelink is voorbij. Spijtig dat het gedaan is. Ja, ik ben er eerlijk in. Tuurlijk is dat spijtig. We hebben drie geweldige jaren gehad met het hoogtepunt dan vorig jaar. Dus ik vind het heel spijtig. Het is een andere manier van voetballen. Maar goed, we hebben nu een nieuwe uitdaging, een nieuwe formule. En we gaan kijken wat dat geeft. En ik ben er zeker van dat alle ploegen in België en ook de bond er wel achter staat om vrouwenvoetbal verder mee te laten evolueren. Dus ik vertrouw het wel, ja. Ja. Dan voor jezelf. Je hebt ook zelf een nieuwe uitdaging. Je bent regelmatig nu voor de krant op wedstrijden. Hoe valt dat allemaal mee? Oh ja, goed. Ik sta daar niet te veel mee stil. Het is gewoon fijn dat ik als vrouw zijnde inderdaad ook wel gerespecteerd word. Dus dat is heel fijn. En als het iets te maken heeft met mijn mening geven, dan is het goed. Ja, dat lukt nog wel. En dat vind ik ook wel fijn. Ja, zeker en vast. Ja, ja, ja. Dan voor de Belgian Red Flames. Er komt een belangrijke campagne aan op weg naar het EK in Nederland. Heb je een beetje 2K kunnen volgen in Canada? Oh, met die ambetante uren was het redelijk lastig. Dus vaak was ik aan het slapen en ik moet ook nog werken. Maar ik heb wel af en toe was de verleiding te groot en dan naar de wedstrijd samenvattingen gekeken. Of als er dan zo geweldige doelpunten vielen zoals die van Amerika en zo, ja, dan heb ik het wel bekeken. Ja. Ja. En dan tenslotte met de Red Flames. Het is de campagne richting Nederland. Ja. Is het nu echt van moeten dat de Belgian Red Flames daar eindelijk eens moeten staan op die eindronde? Ja, dat is op zijn minst ons doel. Het is niet alleen van moeten, maar ook van willen. Ik bedoel, we hebben al enkele moeilijke jaren achter de rug gehad. Maar ik denk dat we nu echt wel realistisch mogen zeggen van oké, we moeten daar staan op dat EK. En dat is het doel van iedereen, dus... Ik hoop dat het ons gaat lukken. Het zal zeker niet gemakkelijk worden, zeker tegen ploegen als Engeland. Maar voor de rest, ja, we weten dat ook zeker de 7 of de 8 beste tweede doorgaan. Maar goed, we gaan ons best doen. En ik hoop zeker en vast dat ik er in 2017 ook sta. Dus, okay. Ja. Dankjewel, veel succes en goed herstel met de blessure uiteraard. Dankjewel. Dankjewel.